sokje is gratis te krijgen. Sokje is gratis te krijgen. De rest is allemaal een consumptiebon. Yes? Oké. Okay. Sokje is gratis. De rest is allemaal een consumptiebon. De consumptiebon is 50 cent. Consumptiebon is 50 cent. Beste jongens en meisjes, kun je ook even naar voren komen? Thank you. Even naar voren, want dan gaan we wat vertellen over het programma. Dag, Aya. Het feest scholen en buurt. Ik zie ook mensen uit de buurt. Nog niet veel, maar die zullen ongetwijfeld komen. We hebben het opgezet als afsluiting van alle bijeenkomsten die we dit jaar hebben gehad. En ik ga zo het woord geven aan een hele belangrijke mevrouw. Wat mij beweegt is eigenlijk voornamelijk het VMBO zelf. Ik vind dat het, ik kom zelf ook van het VMBO. En ik vind dat het wat leuker kan. Als leerling zijnde ervaarde ik dat, heb dat ervaren. En nu hier merk ik dat het nog steeds voor sommige leerlingen, dat ze nog niet helemaal een plek hebben gevonden. En door dit soort dingen te organiseren, buiten dat het ook met de buurt, dat het heel leuk is dat de buurt samenkomt met de school, vind ik het ook heel belangrijk voor de leerlingen dat zij hun ei kwijt kunnen op een bepaalde manier. Een beetje ontlading, zo'n leuk stress eventjes weg. Toch een kans om talenten te ontwikkelen op een bepaalde manier. Dus daarom, dat is een beetje wat mij beweegt om dit soort dingen te organiseren. Wie is deze mevrouw die hier staat op het podium? Mijn naam is Fenna en ik werk op het stadsdeel. En ik werk ook met het Huigenscollege samen, jullie school. En jullie spelen echt een hele bijzondere, mooie rol in de buurt. Dat hoor ik van buurtbewoners, vertellen mij dat, jullie buren. Ik hoor het van ouders, ik hoor het van onze ambtenaren, kortom, iedereen is heel blij met het Huigenscollege. Omdat ik heb gezien, ik persoonlijk ook heb gezien, wat jullie allemaal doen. Ik weet ook van jullie school dat jullie met de buurt in gesprek gaan. Dat jullie met de winkeliers en de ondernemers in gesprek gaan. Dat jullie mooie projecten samen hebben gedaan met de ondernemers. We zijn klaar, het is een eindfeest, dat hebben jullie georganiseerd. Heel veel plezier vandaag. En ik hoop jullie weer heel gauw te zien na de vakantie. Dank jullie wel. Dank je wel, mevrouw Rinske. En fijn dat je aanwezig bent en dit kan openen. Ik ga het woord geven aan degene die hier alles aan elkaar gaat praten. Jenny. Ja, goedenavond iedereen. Of goedemiddag. Het is nog niet zo laat. Er is een heel mooi programma voor jullie in elkaar gezet. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. De eerste optreden die we gaan krijgen is de optreden van Ines. Met docenten, met buurtbewoners, met vrijwilligers en met leerlingen. En ze waren heel erg gemotiveerd ook om te helpen bij het organiseren. Ze deden heel veel zelf. Ze kwamen allemaal zelf met ideeën. Ze hebben artiesten aangesproken. Dus dat doen ze allemaal uit zichzelf. En dan, ja, dan zijn wij er om dat een beetje bij elkaar te houden. Maar ze doen eigenlijk voornamelijk alles zelf. Ik moet gaan naar de hond, ik heb gedaan. Wat is het thuis? Ik moet naar Andrea.
mijn arm bezig om mijn leg van de nacht. En mijn zinnen wordt al mijn hersen zijn van mijn leven gebouwd. Kort houden, schrik me een bouw. Op het dak van het Huygens College komen die zonnepanelen. Buurtbewoners die in verschillende postcodes hieromheen wonen, die kunnen die stroom afnemen en dat wordt verrekend via de energierekening. Dus leden van de coöperatie kunnen ongeveer 8% rendement halen om mee te doen. Maar veel belangrijker is dat ze een groen project mogelijk maken. Dus dat is wat de coöperatie doet. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle leerlingen of zoveel mogelijk leerlingen erbij betrokken raken. Zodat hier in de school, de hal van de school, een grote klok komt te hangen om te kijken hoeveel energie er wordt opgewekt. En dat er gewoon een stageproject komt of een leerlingenproject om duurzaamheid bij de leerlingen onder de aandacht te brengen. Nog een mooie verrassing. Ga je meezingen? Met wie? Met Celine. Jongens, blijf er nog even bij. Kom lekker naar voren. Jongens, applaus voor Celine. Dat is wat ineens loskomt bij ze, terwijl ze soms als ze op school zitten in de les, dan worden ze, ja, dan hebben ze slechte cijfers bijvoorbeeld. En dan merk je gewoon dat ze gestrest naar school komen. En als ze dan op een andere manier dit bijvoorbeeld zo dit organiseren, krijgen ze weer een hele andere power. Dus dan zien ze echt van, oh, ik kan toch iets anders dan alleen maar 4 of 5 op mijn rapport staan bijvoorbeeld. Dus dan op een andere manier leren is het eigenlijk. Een soort dans, vecht, spel in de kring.
En voor ons is dit dus eigenlijk een normale manier van met elkaar bezig zijn. We hebben een groep hier in Amsterdam, maar ook in Brazilië en ook in Frankrijk en Duitsland. Die heet Capoeira Birimbau Jiu-Jitsu. En Capoeira is dus die vechtdans. Die komt uit Brazilië. En dat is van meester Marreta of Luis Carlos Afonso. Die woont hier ook in de buurt van het huis. En wij hebben een groep hier met kinderen die altijd op het huiscollege oefent. Samen capoeira leren. Mannen en vrouwen en voor kinderen en ook oudere mensen doen er vaak wel mee die nog een beetje lenig zijn, maar dat hoor je vanzelf wel hiermee. En het is gewoon heel gezellig ook om te doen. Dus je hoeft niet super super sportief of je hoeft niet super snel. Hè. Het gaat gewoon ook een beetje om samen sportief bezig te zijn en muziek te maken en te zingen, want het hoort allemaal bij elkaar. Is it over? Is it over? Ik weet niet wat je voelt. Ik vond het echt heel erg leuk. Echt leuk. Ja. Ja.